Kijk hem eens netjes tv, klik op poetsen. Waarom Jacco? Hij gaat weg, hoop ik. Hij gaat weg. Voor hoeveel? Weet ik niet. 350 euro zeg ik maar. 350 op Marktplaats, ik denk 320 realistisch. Ja. Mensen, we hebben geloof ik maar één video gefilmd over de V-klik, of niet? Ja, met de. We hebben hem wel vaker nodig gehad. We hebben bijvoorbeeld ook nog shots gefilmd van het 70C project vanaf de V-klik en zo. Dus deze scooter heeft ons goed gediend. Altijd echt betrouwbaar. Ja, het is niet moeders mooiste meer, zou je kunnen zeggen. Ik ben zeg maar mee geflikkerd op een auto en zo. Kijk dan. Ja, Jacco is er weer op een auto geklapt. Dan gaan we waarschijnlijk later in de video, als bij een Q&A of zo, moet jullie die vraag stellen, gaan we wat over vertellen. Maar dit is de afscheidsvideo van de V-klik. Wees niet bang, normaal uploaden we om de zoveel dagen. Ik ga nu 4 zeggen, maar als we dan één dag niet redden of zo, moet je niet direct boos worden. Maar afgelopen tijd is het goed gegaan. Normaal uploaden we om de 4 dagen, maar dit is gewoon een extra tussenvideo voor jullie lol. Dat jullie het weten. Sorry voor het motorgeluid, de bakker aan huis staat bij de overburen. En die dude kan gewoon zijn motor niet uitzetten. Maar gezien de privacy van de buren zal ik het even niet filmen. Jacco? Ja. Ben je benieuwd of je hem gaat verkopen? Ik hoop het. Denk voor 320. Eigenlijk heb ik geen werkende brommer dan. Ja, Jacco heeft geen werkende brommer. En ik ook niet. Ik heb 5 brommers op mijn naam staan. Ik heb geen brommer. Zoals jullie weten, ja, we uploaden niet alle video's op de tijd dat we ze opnemen. Anders zouden we soms heel veel video's hebben, soms geen. Maar onze beide Thomasjes zijn op het moment nog steeds kapot. Vanmiddag gaan we de mijne fixen en hopelijk ook die van Jacco. En die video's zien jullie ook wel verschijnen. Daar was het, jongen. Zeg doei tegen de V-klik mensen. En tot in de volgende video.